Goedemorgen allemaal. Nou, ik ben net wakker. Het is op dit moment 2 minuten over 8:30, 's ochtends vroeg. Ik ben nog niet helemaal wakker. En dan word ik zo meteen opgehaald door Ro. En ik ga zo meteen even aankleden. En dan mijn hondje uitlaten. En dan op weg naar Den Helder. Naar mijn moeder toe. Yep. En nog even andere dingen even nog doen in Den Helder. Dus. Jij was dat vroeg op. Ja. Ja, ik ook. Mooi. Maar ik belde jou wakker. Kijk. Ja, dat scheelt ook. Zijn ja. Allebei wakker. Alleen ik denk, nou, ik doe mijn husky vest aan, maar die was zeker nat. Ik denk, nou, dan doe ik die nog eventjes in het droger. Ja. Dus het was een behoorlijke regen, maar. Ja, alleen ik was hem vergeten mee te nemen en naar boven. Oh. Dus hij lag nog beneden in de skuur. Oké. Ik heb hem nou net nog even snel in het droge gedaan. Ja. Dat is wel handig dat je een droog hebt. Ja, dat is heel erg handig. Ideaal. Ik heb een mooi droogrek. Je kan je ook weer dingen opdrogen. Ja, nog goed. Het is lekker weer dus. Heerlijk weer. Ik zal toch even dingen pakken en wat mee moet. Sowieso even van opladen. Ik loop wel even rustig. Ja. Het is lekker weer. Het zonnetje wil een beetje doorbreken, maar het wil nog niet helemaal. Nou, het schijnt ook nog te zijn. Ja, de maan schijnt. Kijk, wat zien. Was het wel? Ja. Zie de maan schijnt. Moet kijken of ze het kunnen zien. Om hier met dat ding. Daar ook. Even kijken. Ja, waarschijnlijk wel, maar dan moeten ze dan wel heel goed gaan kijken. Ik heb hem nog niet ingezoomd. Oké. Okay. Dus, want dan wordt hij water. Mutti! Klein beetje wolken. Zo'n kaartje gedaan. Mutti! Ja, jij loopt voor mij. Ja. Moet je niet doen? Nee. Nee. Handig. Hey, wijfie. Blij kind. Kom hier. Kom hier voor. Ja, ik weet niet hoe jij dit wil gaan doen. Kom, loop van. Nee, ja, ik weet het niet. Omdat ze ook. Even kijken wat we gaan doen. Ik denk het wel. We zijn nu in Den Helder. Ja. Lekker weer. Beetje vochtig. Geen zonnetje. Ja. Beetje en er gaat hier ook gesloopt worden, ziet ik. Zonde. Ja, hier gesloopt worden. Ik heb hier jarenlang gewoond. Hier achter. Dan gaan we ook nog even laten zien. Ja, hallo, ik moet daar lopen met haar. Jij gaat aan die kant. Ja, dan kunnen we zien wat er daar gebeurt. Ja, nou, dan kun je ook gewoon met je andere hand zo pakken. Kijk, zie je? Dat kan ook. Ja. Alsjeblieft. Dank u. Lekker even wijfie. Ik wil jou graag ook op hebben. Ja, nou, dat kan toch? Ja, dat mag. Je bent erop. Kom maar, kom maar. Een beetje boompjes opgemaakt. Ik ben zelf nog nooit geweest. Nee. Kom mee, schat. Kom. Kom. Mee. Kom maar. Zijn nu onderweg? Ja, komt u maar. Daar zijn we nu. We zijn er bijna. Jij bent er al. Laten we eerst even ruiken. Wat is het dan?
naar buiten of niet? Arlen mag naar buiten. Oké. Okay. Arlen. Hé. Hey. Nee, is goed, man. Nee, is goed. De katten en zijn de baas. Laat gaan. Laat gaan. Laat gaan. Nee, laat gaan. Dit is het gewend. Daarom heb ik haar nog steeds aan de lijn. Ja, eigen schuld. Eigen schuld. Eigen schuld. Ga je blaffen. Zo, ik ben even lekker op de scootmobiel van mijn moeder. Mag eigenlijk niet, maar oké. Okay. Ik ben lekker eventjes in mijn helm daar. Ik kan lekker even racen op de racemonster. Vind ik leuk! Ja. Nou, ik heb dat dingetje bij me wat ik moest halen. Dus ja, ik ben lekker bezig. Ik ga moet weer even uitkijken. Lijkt me handig, even uitkijken. Alleen ik wil nog wel eens in één keer mijn gas loslaten. Ja, dat gaat ook niet echt, hè. Het is toch even anders in een, dan in een auto, als je daar les mee krijgt. Joepie, hobbeltjes. Nou, ik krijg jullie weer gelijk een kleine impressie te zien van. Ik zal even dus weer even de andere hand pakken. Vind ik leuk. Dan rij ik ook. Ja, vind ik leuk dit. Waarom weet ik niet, maar oké. Joepie! Ja! Ik ga gewoon een klein rondje maken. Joep, vind ik leuk. Krijg je ook weer gelijk een beetje wat te zien en van Den Helder. Ja, alleen ik moet mijn camera even vol maar zo houden. Nou, ik zou zeggen, ik ben er zo meteen weer. Dag. Nou, en mijn moeder en die zal wel denken van, waar blijft mijn dochter? Ja, ik doe even een klein rondje Den Helder, vind ik leuk. Ja, dat vind ik gewoon even grappig. Ik ben gelijk aan het vloggen en filmen tegelijk en aan het sturen. En ja, en dan heb ik ook nog lekker wind, ja! Ja, ik heb nog wind ook. Nou, hij rijdt nou helemaal 18 km per uur. Ja, precies. Nou, doei! Tuurlijk kan ik vloggen. Ja, nou, dan gaan we samen vloggen. Eindelijk zijn we weer saapjes bij elkaar, hè? Ja, precies. Nou, even een dikke kus. Mwah. Zo, dochter en moeder te saapjes. En daar zit schoonzoon Lief. En dan de twee hondjes. Daar hoor je. Alleen mijn meisje die heeft zoiets van, ik wil de katten bekijken en besnuffelen. Maar daar hebben de katten geen zin in. Nee. Echt niet. En zo zijn we weer gelukkig, hè? Inderdaad. Met jou. Inderdaad. Mwah. Correct. En we vloggen lekker verder. En nou ja, wie weet, andere keer gaan we weer verder, toch? Inderdaad, gezellig. Gezellig? En dan komen we gewoon lekker met overheen. Ja, daarom. En dan kunnen we ook iets lekker eten. Ja. En dit goed. Kom. In welke dorp? Nou ja, welke dorp arriveren we nu? Ik ga dat niet lekker filmen. Na. De burgerclub is afgelopen. Heel idee. De stemte wel eens. Toen je bij een hele gevaarlijke rondronde. Dat is een tijdelijke korting. En mag je alleen rechtsaf nemen? €2800. En daar zit beslist jouw Renault tussen. En waarom zijn we stil op de rotonde? Dat mag niet. Nee, dat mag ook niet, nee. Ik wil hier links afgaan. Beslis snel, want op is op. Dit mag dus totaal dus niet. Stilstaan op de rotonde, dat mag dus totaal niet. Die auto, die stond net ook al voor ons, net in DH. Met dat blauwe. Laat die eerst dan eventjes, even een soort van ritsen, maar je ziet het niet. Nou, die wouden we dus doorlaten, maar ze laten het niet door. Oké, prima. De Oranjes gaan met Koningsdag volgend jaar naar Groningen. Zo. De burgemeester is ontzettend blij en zegt dat het... Daar zitten we weer achter deze. Hij wil graag laten zien welke talenten Groningen heeft. Het programma is nog niet bekend, maar de burgemeester denkt er wel over om ook de aardbevingskwestie hierin te betrekken. Oh. Twee mannen die deden of ze een pakje kwamen bezorgen, hebben een man in Amsterdam-Zuid beroofd van zijn Maserati. Ze hadden zich verkleed als couriers van DHL en belden aan. Toen de man opendeed, werd hij bedreigd en mishandeld. Oh, fijn. Overvallers doorzochten het huis en gingen er vandoor met zijn dure auto. Een enorme windhoos heeft veel schade aangericht in Schavenzande in het Westland, maar er zijn geen gewonden gevallen. Ah, dat is nog jammer. Nee hoor. Er zijn banden omgewaaid en ruiten gesneuveld. Ook zijn er kassen beschadigd.
De brandweer is druk bezig om alle rommel op te ruimen. Dat hou je. In een opslagbox in Eindhoven is een partij wapens ontdekt. Er lagen 5 pistolen, 3 automatische wapens, een riot gun en een geweer. Verder lagen er kogels, slagwapens en pepperspray. De man die de box huurde is aangehouden. Dat is mooi. Het heeft te maken met de ontdekking van een drugslab. Het weer, in de loop van de avond wordt het droog en dan neemt ook de wind af. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon bij maximaal 16 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Sky Radio! Er staat nu 570 kilometer file. Veel meer dan gebruikelijk op donderdag. Dat heeft alles te maken met de regen die over het land trekt. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd en er is een spoedreparatie nodig op de A7. De meeste files vind je trouwens rond Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Uit het noorden van Amsterdam dus de A7. In beide richtingen een half uur vertraging tussen Purmerend Noord en Hoorn. De linkerrijstrook is daar dicht. Nou, ben ik blij dat we daar niet rijden. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen het Julianaplein en de afrit Eelde 7 kilometer. De A32 Leeuwarden-Heerenveen is dicht na een ongeluk tussen Akrum en knooppunt Heerenveen. Het verkeer moet via de vluchtstrook. Hou daar rekening met veel vertraging. Sky Radio Flits Update. Was dat de Wallers? De nieuwste flitsers zijn te vinden op de A22 Beverwijk-Haarlem bij paaltje 10. De A27 Utrecht-Almere bij 96,3. En de A28 Hogeveen-Bijlen bij 152,4. Deze week bij Gamma 25% korting op alles. Hoe kan je zien en dat iemand anders dus niet met autorijden bezig bent? Is geweest geworden. Hoe kan je dat zien? Ik zou zeggen, als jullie het weten, zet het lekker hieronder in de comment. En vind je deze video's leuk? Doe lekker een blauw duimpje omhoog. Dat vind ik leuk. Als je het niet leuk vindt, druk dan maar een blauw duimpje. En als je het niet leuk vindt, doe gewoon lekker dan een blauw duimpje omhoog. En anders gewoon lekker delen. Vind ik ook leuk. Akkersloot, ja. Ja. En toen hadden we weer lekker een bui. Vind ik dat leuk, regen. Ja joh. Is weer goed voor de tuin. Daarom. Nee, precies. Sigo en Sigo. Sigo! Joepie! Wil jij een stankvrij toilet winnen? Ga dan naar stankwietestinken.nl. Poedersneeuw, magnifiek uitzicht op de Rocky Mountains, uitdagende pistes en off-piste tree skiing. Dat is wintersport in West-Canada. Wat denken jullie hoeveel kilo een vrachtwagen weegt? Ook zo leuk. Een vraag. Een nieuwe auto is nog nooit zo makkelijk geweest. Hoeveel weegt een vrachtwagen? Ook een leuke vraagstelling. Voor de personen onder ons die met hun rijopleiding bezig is. Met de theorie. Examen B, toch? Ja, theorie. B. En hoeveel kracht heeft een vrachtwagen? En hoeveel? En hoeveel kracht heeft een vrachtwagen? Als die op je inrijdt, terwijl je op de vluchtstrook rijdt. Als die op je inrijdt, als je dus op een vluchtstrook rijdt. Hè? Staat. Jij staat met pech op de vluchtstrook. Die vrachtwagen komt stiekem toch een beetje over de vluchtstrook. Ja, precies. En rijdt tegen jouw auto. Hoeveel kracht is dat dan? Bestaat uit 49 agenten die eerst gewone politietaken gaan doen en dan de taken van de militairen overnemen die in Nederland eerder was gestart. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag volgend jaar in Groningen. De burgemeester kijkt er naar uit om zijn stad te laten zien. Het is volgens hem een plek van Nobelprijswinnaars, topsporters, kennis en ook van aardbevingen. Buienradar, het is regenachtig. Wind met kans op zware windstoten.
Jo. Vanavond klaart het vanuit het noordwesten op met alleen in de kustprovincies nog een paar buitjes. Een paar buitjes, ja. In het midden en zuiden van het land met een